Arnhemse taxichauffeurs willen dat de gemeente paal en perk stelt aan misstanden binnen de Arnhemse taximarkt, zoals het weigeren van taxiklanten, agressief gedrag van taxichauffeurs en rijden en parkeren op plekken waar het niet mag. De taxichauffeurs waren woensdagmiddag aanwezig in de raad en tv-verslaggever Hubert Vet sprak met een aantal taxiondernemers. Uw stichting, waar u nu bestuurslid van bent, moet er eigenlijk voor zorgen dat er namens de taxichauffeurs een verordening komt in samenwerking met de gemeente. Eens even kort die verordening die er nu ligt, in ieder geval het voorstel daarvoor. Hoe ziet dat even in grote lijnen eruit? Wat wij willen is dat er een taxiverordening komt waarbij op het moment dat een chauffeur zich niet aan de regels houdt, sancties opgelegd krijgt. En dat kan betekenen bijvoorbeeld van een waarschuwing in eerste instantie totdat het vignet eraf wordt gepakt. Waardoor hij dus niet meer in Arnhem mag rijden. En sinds 2012 zijn we er al mee bezig. Ja. Dus dit hebben we eigenlijk in principe in samenspraak met de ondernemer zelf. Ja. Hebben we het concept naar de gemeente toegestuurd. Er is besproken met de chauffeurs van wat is de problematiek, hoe zouden jullie het willen hebben, waar lopen jullie tegenaan. En dan daarvan hebben wij een concept van gemaakt en die hebben we dan vervolgens bij de gemeente neergelegd. Dus eigenlijk collegevoorstel wat er nu ligt, er wordt nu gedaan alsof de Arnhemse taxichauffeurs daarmee eens zijn, maar dat klopt gewoon niet. Nee, eigenlijk niet, want je ziet het al, wij zijn weggelopen, dat is misschien helemaal niet zo netjes, maar daarmee willen we aangeven van dat het eigenlijk niet klopt wat zij nu daar bespreken. En wij zijn eigenlijk helemaal tegen de verordening wat nu gaat komen, niet tegen een verordening überhaupt, maar wij willen wel anders ingericht hebben. Dit is niet wat wij willen. De klant bepaalt wat de prijs is, niet de ondernemer. En ze hebben het nu binnen over een heleboel punten wat allemaal niet klopt. Degene wie de woord voert, moet eerst naar de straat luisteren. Ze zijn er totaal niet mee eens. En de taxiverordening helpt de klanten, de gasten, maar het helpt ook de ondernemers om rust te hebben van oké, iedereen sluit netjes aan in de rij. Je kunt naar een goede taxistandplaats bij het station die vindbaar is, waar je met z'n allen gewoon rustig kunt staan. De problemen wat er nu eigenlijk rondom de taximarkt gebeuren hier in Arnhem, dat wordt niet opgelost met de taxiverordening wat er nu ligt. In het eerste jaar hebben ze het over 20 euro bijdrage, het tweede jaar hebben ze het over 40 euro. En vervolgens wordt het alleen maar meer, want de gemeente gaat op een gegeven moment bepalen wat de taxichauffeurs hier in Arnhem moeten doen. En dan kost je alleen maar geld. Wij missen hier gewoon, er is veel meer aanbod zeg maar dan dat er een klant is. En daardoor krijg je dit soort problemen. En dat moeten wij verbeteren. Wij willen gewoon dat iedereen hier zeg maar tevreden kan werken. Als ik hier op standplaats kom en ik ga werken met tegenzin, dan krijg je allerlei rare situaties. Dus op een gegeven moment krijg je gefrustreerde taxichauffeurs die tegen elkaar gaan vechten. Dat ziet een klant. Vervolgens gaat de klant weer zeggen van maar daar wil ik niet instappen. En ze vertrouwen het niet. Zoals vorige keer is op Omroep Gelderland, meneer Gazuli heeft gesproken. Vervolgens hebben klanten in de auto gehad die dachten dat ik aan het omrijden was, zijn ze halverwege eruit gestapt. Dat is niet goed voor ons imago. Onze inkomstenbron is de Centraal Station. De aanduiding wc is 4 keer groter dan de aanduiding taxi. Ik wil geen kosten meer. Ik wil werken op een goede manier. En de gemeente moet ons helpen met de infrastructuur. Ik wil dat alle taxichauffeurs, alle ondernemers hier eens zijn met één goede werksituatie en niet dit. Ja, hoe is dat proces gegaan dat u in ieder geval geprobeerd heeft te zorgen dat iedereen betrokken is bij dit voorstel? Ja, nou, we hebben de achterban continu geïnformeerd, zowel door mails als vergaderingen. 3 vergaderingen hebben we gehad. Bij de tweede van waren al die ondernemers die dus vandaag ook waren aanwezig. Daar is alles uitgelegd. Bij de laatste waren niet allemaal gekomen. Daar is het concept ook volledig uitgelegd. Vervolgens is het concept ook gemaild naar alle ondernemers. Helaas kwamen er geen reacties binnen. Alleen nu zie je dat toch wel chauffeurs zijn die daar het niet willen of niet helemaal mee eens zijn met het concept. Je krijgt alle kansen om te reageren. En dan op zo'n moment, wanneer het bij de gemeente wordt voorgelegd, tijdens zo'n raadvergadering, als je dan wegloopt, met commotie schopt, je hebt daar alle kansen voor gehad. Dat is met elk andere soort werk bij de gemeente, noem maar op. Je krijgt een brief, je moet er binnen een bepaalde dagen op reageren. Reageer je niet op, dan is het helaas binnenkant.